gezellig dat u er bent. Ja, kom verder. Je kunt de auto daarin kwijt. Dus ik loop even een klein beetje met u op. Ja, de meeste bezoekers zijn er al. Maar mooi dat u op tijd bent. En een heel fijne middag. Een lang weekend gewenst. Ja, ja. Heel spektakel, hè. Je nieuwe woning. Gezellig, hoor. Hey, Leo. Leo. Zo, ja. Alle mensen zijn aanwezig, gezellig. Beste nieuwe bewoners van historische tuinen hier in Lent. Welkom namens Klokgroep. We hebben 2 weken eventjes moeten wachten vanwege dat het graven hier eventjes nog niet ging. Vanwege de hoge sneeuwval. Maar nu het zonnetje schijnt en we wensen jullie veel plezier. Directeur aanwezig. Meneer van BPD aanwezig. Veel plezier. Goedendag mensen thuis. Heel erg jammer om daarmee te beginnen dat we uiteindelijk niet fysiek nu bij elkaar kunnen komen. We hebben ook wel wat vragen over gehad, maar ja, de omstandigheden noodzaken ons om het op deze manier te doen. Maar toch willen we wel op deze manier bij het heugelijke feit stilstaan dat we gaan starten, symbolisch starten, met de bouw van de historische tuin, zoals wij het plan noemen. Mijn naam is Henry Schimmel, ik werk bij BPD en samen met de Klokgroep hebben wij dit plan ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. De ontwikkelcombinatie. Als BPD doen we veel plannen hier in de omgeving, in Waalfront, in Waalsprong en daarmee ook de historische tuin. Wij richten ons iets meer op het voortraject als ontwikkelcombinatie. De bouwer, de Klokgroep, neemt u verder mee, zeg maar, in het verdere proces. Ik kom er zo even op terug. Wat wel leuk is om te kijken altijd is van, joh, wat voor historie heeft zo'n plan dit? Niet omdat de historische tuin heet, maar überhaupt. Hoe lang ben je nou bezig met zo'n plan? In 2016 zijn we al begonnen met de gesprekken, november 2016. Dus als je dat doorrekent, ben je 5 jaar bezig met de voorbereidingen van zo'n plan als dit. Dus dat heeft een hele lang voortraject, zeg maar. En dan is het nog snel 5 jaar. Aan de overkant, binnenstedelijke plannen duren maar zo 10 jaar praten, 10 jaar tekenen. Dus wat dat betreft zijn we nog best snel hier gegaan. Hoe hebben we dit plan uiteindelijk opgezet? We hebben eigenlijk een beetje de vrije hand gekregen van de gemeente. De gemeente wilde hier ongeveer tussen de 100 en 150 woningen. En dat moest echt aansluiten bij de historische tuin De Warmoes. En dat heeft u gezien, ook in het concept van het plan, dat we eigenlijk die oude historische tuin terugbrengen, het plan in. En eigenlijk daaromheen hebben alle woningen gecentreerd rondom die tuinstructuur. En dat was dus het leidende principe. En dat hebben we in goede samenwerking met de gemeente gedaan. Waar eerder de gemeente vaak stedenbouwkundige plannen maakte, hebben we dat echt in samenwerking hier gedaan. En die hele tuingedachte heeft u ook teruggezien in alle handelingen tot nu toe. Als het goed is heeft u een tas gekregen bij de notaris. Heeft u al of krijgt u nog een terrasbon voor straks als we weer op het terras kunnen zitten. En u ontvangt geloof ik nog meer tuinartikelen. Ik wil afsluiten met iets wat ik eigenlijk altijd doe bij plannen. En dat is eens even een korte blik in de kopersstatistiek. Wat bent u nu als koperspubliek? Het blijkt dat u ongeveer voor 75% uit Nijmegen komt. En dat is best wel een hoog aandeel. En dat geeft daarmee ook denk ik de kwaliteit van dit plan aan. Dus de Nijmegenaar wil hier graag wonen. Overigens 10% daarvan komt uit Lent zelf, dus dat is tegenwoordig ook Nijmegen, steeds meer zou ik zeggen. En maar dat zien we ook vaker, slechts 2% komt uit Arnhem. Dus in die zin, de trek vanuit Arnhem naar Nijmegen, die er misschien niet anders was, zie je hier ook niet zo heel sterk. Ten slotte, de leeftijd van uw buren straks. Wat blijkt, het is vrij jong koperspubliek. Ongeveer 75% is jonger dan 40 jaar en dat is best wel opvallend jong. Waarvan de helft van het hele bestand is zelfs tussen de 24 en 32 jaar. Dus je komt ook nog eens in een jonge wijk te wonen. En ik denk dat dat best positief is en ook passend is bij de wijk. Ik zei het al, straks neemt de bouwer het over het stokje en eigenlijk is dat nu al gebeurd. Dus ik geef bij deze het woord over aan Steven van Duinhoven van de Klokgroep. Dankjewel Henry voor de mooie woorden en welkom namens de kopers. Ja, mijn naam is Steven van Duinhoven. Henry Kimmel gaf het net al aan. We zijn aan de voorkant betrokken geweest. Samen met BPD voor de ontwikkeling. En dat heeft een jaar of 5, 6 geduurd, begrijp ik, Henry. Ik heb er zo lang eigenlijk niet zo weer stilgezet dat het eigenlijk al zo lang heeft geduurd. Maar uiteindelijk staan we dan hier en dat is eigenlijk, daar gaat het uiteindelijk om. Vorig jaar in verkoop gegaan voor de zomer. In 3 fases volgens mij. Er is nog best wel wat over te doen geweest. Betekent dat ook dat we in 3 fases gaan bouwen? Uiteindelijk is de verkoop natuurlijk best wel succesvol gebleken. Waardoor we eigenlijk alle woningen in 1 fase gaan realiseren. Maar het is zover. De kopers kunnen we nu ook daadwerkelijk starten, 130 woningen. De eerste de palen en balken liggen er.
Ja, het is jammer. We hadden hier natuurlijk willen zijn met jullie allemaal samen. Om te kunnen proosten en in ieder geval iets te kunnen drinken en te eten. Ik heb hier een heerlijke borrelplank voor me staan. En als het goed is, hebben jullie deze plank ook thuis gekregen of hebben jullie die opgehaald bij café Eten en Drinken. Daar hebben we toch nog het gevoel dat we samen kunnen proosten en kunnen eten op dit heugelijke feit. En we ondersteunen daar ook mee de lokale horeca in Nijmegen, want die hebben het in deze tijd ook bijzonder hard nodig. Zoals gezegd, we zijn begonnen met de bouw. Wat we vaak te horen krijgen tijdens dit soort bijeenkomsten is natuurlijk van wanneer worden de woningen opgeleverd. Nou, daar kan ik jullie kort heel even iets over zeggen. En dat is natuurlijk allemaal onder voorbouw, want de uitvoerder kijkt me al met een schuin oog aan van beloof je niet te veel. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we de eerste woning het derde kwartaal van dit jaar opleveren. En zal de laatste woning voor de zomervakantie volgend jaar opgeleverd worden. Als de bouw dus voorspoedig verloopt en we geen tegenslagen krijgen en corona ons verder niet tegen gaat zitten, is dat een reële planning die we waar kunnen maken. Zo, beste mensen, dan schakelen we nu over naar Noël Vergunst, de wethouder van de gemeente Nijmegen. Goedemiddag, mijn naam is Noël Vergunst. Ik ben wethouder van de gemeente Nijmegen en ik ben onder andere verantwoordelijk voor bouwen hier in de stad. En ik sta hier in Lent op een hele zonnige vrijdagmiddag, met wel wat veel wind, op een hele mooie plek, vlakbij de historische tuin in Lent. En ik sta voor jullie toekomstige woning. Dus ik wil jullie van eerste van harte feliciteren met jullie prachtige nieuwe woning, die sinds kort gebouwd gaat worden. En als alles volgens planning gaat, kunnen jullie hier snel je woning betrekken. Het is een hele mooie plek, vlakbij de historische tuin. Letterlijk in je achtertuin, waar je later ook van kunt genieten. Misschien kun je ook meehelpen met het plukken van fruit en groenten. Het is in ieder geval een hele mooie plek om elkaar te ontmoeten. Ook heel erg vlakbij het hart van de Waalsprong, het voorzieningenhart. Er wordt nu hard gewerkt aan de winkels die hier nog broodnodig moeten komen. Nou, er is natuurlijk nog heel veel in dit gebied. Scholen, andere voorzieningen. En als je op de fiets stapt, ben je in een paar minuten in het historisch hart van Nijmegen. Dus ik zou zeggen, ik denk dat jullie een hele goede keuze hebben gemaakt door hier te gaan wonen. Jullie moeten nog even geduld hebben. Graag had ik dit met jullie willen vieren. Helaas kan dat niet. Dus we doen het op deze manier, via de video. Als het goed is, hebben jullie wat te drinken en wat te eten gekregen thuis. Ik zou zeggen, geniet ervan. Verheug je op de mooie tijd die je hier straks met elkaar gaat hebben. Toch dit heugelijke feit te vieren, hebben we bedacht om wel een drankje te nemen. Een schrale troost dat u volgens mij ook een drankje thuis heeft, dus dat doet ons goed. Maar dat doen wij dan ook maar op het heugelijke feit dat we gaan starten. Ja, wij kunnen het niet meer dan met twee personen doen en waarschijnlijk kunt u het thuis wel met meer personen doen. Dus dat voordeel heeft u alweer. En bij deze, symbolisch weliswaar, proost. Proost. Beste bewoners, eigenlijk zouden we vandaag de eerste steenlegging doen, maar dat kan alleen met live visite. Dus nu hebben we de wethouder gevraagd om de openingshandeling te verrichten. Dus meneer Noël Vergunst, mag ik u naar de kruiwagen doen toekomen en de openingshandeling te verrichten.